Maar het is wel heel jammer dat hij niet op R staat. Godver. Ik heb gewoon bijna neiging om gewoon aan deze kant de R-poten eronder te zetten. Om gewoon te kijken. Zullen we het gewoon doen? We gaan R-poten. Ik zie het zo meteen. Ja. We gaan R-poten eronder zetten. Fuck it. Eén kant R-poten eronder. Ik moet hem laag zien. Een hele goede morgen, mensen. Nou, lekker vakantie. Lekker windje. Ik heb mijn dochter afgegooid op het kinderdagverblijf. Dus vandaag eindelijk weer aan de Civic werken. Mikey komt straks ook. Ik moet eerst even mijn kar ophalen van mijn werk. Er staat bij een klant, die mag met auto nieuw niet bij een klant staan. Je weet het nooit. Dus ik heb de trekhaak in de auto gegooid. Voor het eerst in tijden dat ik de trekhaak weer een keer gebruik. Maar dus straks met Mikey lekker een hele dag aan de Civic klussen. Dus we gaan proberen voor in het achterscherm daar een flinke vooruitgang in te gaan maken. Veel slijpen, polyester. Dus leuke klusdag vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Eindelijk aan de Civic werken. Eerst koffie. En nu eindelijk ook nieuwe microfoontjes binnengekregen. Dus ik hoop, terwijl de koffie draait, dat mijn geluid nu ook eindelijk beter gaat worden. Dus ik moet mezelf nu nog wel aan gaan leren dat ik ze altijd op heb. Dus die gaan ook gezellig mee. En kijk eens hoe leuk. Een van mijn abonnees die had voor mij nog een setje originele CRX zijspiegels liggen. Voor de Honda CRX. Hoe vet. Hij gebruikte ze niet. Je ziet ook aan het stof dat hij ze lang niet gebruikt heeft. Hij vindt mijn YouTube kanaal zo leuk dat hij ze aan mij gedoneerd heeft. Dankjewel man. Hier is zijn Instagram. En ben er blij mee, dankjewel. Zo, voor de mensen die het niet weten, hier onder mijn diffuser, daar, zit dus een aansluiting voor mijn trekhaak. Daarvan heb ik het middengedeelte achter, dus het middengedeelte kan ik eruit schroeven en mijn trekhaak erin zetten. Dus, daar is mijn trekhaak. En ook voor de Elektra zit hij mooi achterin verwerkt. Dus, zo kan ik af en toe nog eens een kar meenemen, best handig. Karretje daar, trekhaakje niet meer nodig, dus. En zo is trekhaakje er weer onderuit. Verdomme handig ding. Blij dat ik onder de diffuser door was. Maar nu is het tijd om te klussen, je ziet het al. Mike, die maakt even wat ruimte. We zijn uit wind, hoppakee. Hoi Mike. Bouwen. Eindelijk, oldschool beunen Mike. Lekker. Ja, even lekker de handjes los, net als vroeger met de White Body Civic, deze. Dus, we gaan slijptol, ja, ik heb alles bij me, jongen. Dus we gaan slijpen, hakken en eerst even wat zuipen en even de Subaru op zijn plekje zitten. Nou jongens, om maar gelijk te beginnen, we gaan deze nog even lekker aanpassen. Ik had hem natuurlijk aangepast om op de skirt aan te sluiten, maar ik heb een ander idee. Dit is het voorbeeld waar ik achteraan wil en dat gaan wij dus doen. Dus ik wil hem hier waarschijnlijk gaan doorslijpen, scherm hier doorslijpen, inkeping gaan maken. En daar zo mee beginnen. Dus deze kant en die, dat is. Wat is dat? Dat is waar we dus mee gaan beginnen. Dus aan de klooi. Nou, zoals je ziet is Mike bezig met het intapen, want die gaat het werk wat ik hier gedaan heb nog iets aanpassen, want het scherm liep ietsjes te hoog. Wat ik aan deze kant heb gedaan, eigenlijk is het zonder tape, is het hele achterscherm vastgezet met schroeven. Wat ik nu eerst ga doen, je ziet dat er heel veel oneffenheden in zitten. Dus ik ga eerst van de korrel 80 ga ik helemaal over het scherm heen om weer gelijk te krijgen. Ik denk aan de voorkant even een laag polyester aanleggen, zodat ik tenminste weer stevigheid en vorm in het scherm heb. Dus dat ga ik nu als eerst even doen.
Nou, kijk, we zijn al lekker bezig. Hier heb ik bijna het achterscherm helemaal kaal. Heel belangrijk, gel coat, waar deze dingen mee afgewerkt worden, hecht niet met polyester. Dus dat moet er sowieso helemaal afgeschuurd worden. Dat zie je tijdens het schuren. Nou, hier zie je het nog wel. Dit is gel coat, dus dat moet er nog af. En dit is gewoon underprimer. Maar Mikey hier, oh, die is al lekker bezig. Wat we hebben gedaan, schrik niet. Dit was het onderste deel. Zien we niet meer terug. Wat we dus gaan doen, wat ik wel heel mooi vind, is dan hier dat schuine gedeelte ingezaagd. Wat we nu gaan proberen, is uiteindelijk om hem hier ongeveer in te zagen. Dit gedeelte weg te halen en dan een inkeping naar binnen te maken, zodat we dit recht kunnen maken. Mike gaat eerst hier de boel kaal schuren. Hij heeft ook mooi het Defender goed passend gekregen. Als je ook kijkt, ik zal de vleugeldeur even omlaag doen. Hop. Lekker van stof. Vanaf de zijkant kijken. Klopt de lijn. En dat is heel belangrijk. Rekening houden met lijnen, ook vanaf de voorkant. Dan klopt de lijn helemaal. Wat we daarna gaan doen als dit kaal is, gaan we dit afplakken. Nou ja, dit is al afgeplakt. Dit gaan we volpeuren en uiteindelijk op maat schaven. Net als hier zitten ook wat kieren. Die gaan we volpeuren. Hier ga ik kijken of ik hem nog iets kan aandoen. Nee, dat kan niet. Dus hier ook iets volpeuren, zodat we dit ook uit kunnen schaven. En dan uiteindelijk met polyester kunnen opvullen. Dus Mike gaat thuis schuren en ik ga hier nog even verder kaal halen. Kijk, we zijn lekker bezig. Ik hoop dat de microfoontjes werken. Goed, deze ook helemaal ruw gemaakt. Deze ga ik nu even nog hier even afplakken en daar boven nog even afplakken. Deze kant is al afgeplakt, dus er gaat zo even wat pur in. Mike is even bezig het oude spoilertje eraf te halen, want we willen de complete look zien. Dus de spoiler die daar ligt, die gaan we er straks even op monteren. En het middenspoortje even met dubbelzijdig tape monteren. Dan kunnen we een beetje de complete look zien. De meest perfecte look is natuurlijk als de luchtvering eronder zit. Maar dat komt in een van de volgende video's. Ik ga nu eerst even hier nog een beetje afplakken. En dan kan de peurschuim in. Krijg ik er ook al een spoiletje eraf, jongen? Tuurlijk. Maar een willis is een weg, hè? Ja, dat is waar. Letterlijk, vroeger is dit niet afgeplakt, niet eraf gehaald, gewoon meegespoten. Maar Mike, onze oude EG-kenner, zelf ook een EG gehad, die weet denk ik nog wel hoe het los moet. En als het stuk gaat, ja, dan gaat het stuk. Yay! Is hij hoor. Om alleen maar eventjes te laten zien hoeveel meer kont dit geeft. Alleen als een spoiler. Veel beter. Nou, uiteindelijk natuurlijk ook het middenspoilertje erop, maar... Damn! Stukken beter. Oké, aan de peur. Zo, wat we nu gaan doen is de inkeping maken. Mike heeft hem hier afgetaped. En gaan! Zo, Mike heeft hem hier al ingeslepen. Dan had hij hem afgetekend. Hier gaan we dus de inkeping maken die ik graag wil hebben. Mike is druk mee bezig met slijpen. Ik heb hier de boel een beetje aangepast. En terwijl hij bezig is, ik hoop dat jullie me horen, ga ik hier dit klaarmaken voor peurschuim. Kijk aan, hier zie je de fender cut, om zo maar te zeggen. Nu wordt het een leuke uitdaging om langs het LSD vleugeldeurschuur te gaan. Dus we moeten kijken of we hier een bocht naar binnen kunnen gaan maken. Dus dat wordt de volgende, maar hier, Mike, ga eens opzij. Hier zie je een beetje de fender cut. Ziet op zich wel fucking dik uit. Ja, doe maar even dicht. Oh, oh, oh. Staat nog niet helemaal goed. Bloeper! Take 2. Ah! En dat hoort er dus bij, hè. Custom bouwen betekent dus aanpassen, aanpassen, aanpassen. Wat gebeurt er? Oh ja. Steeds nog dunner. Oh ja, dus dan moeten we hem even iets aanpassen. Ja. Slijpen dus. Zometeen take 2. Take 2. Kijk, hier zie je wat ik bedoel. Ziet er wel fucking ziek uit, man. Erg wel dik wordt dit. Kijken vanaf hier. Wow. En moet je dus bedenken dat vanaf hier we hem nog met een bocht naar binnen gaan werken om het schenuur weer te verstoppen, om zo maar te zeggen. Overal look.
dat wordt natuurlijk. Ja, misschien dat we die nog wel kunnen gebruiken. Ik denk dat het gewoon een paar keer slijt. Ja, en dan kan je gewoon die bocht maken. Dat is godverdomme nog slim ook. Lekker. En zo zie je, zo kom je weer op ideeën. Dus hij gaat daar nu even mee aan de slag. En ik ga achter de delen purren, zodat dat hard kan worden, zodat ik het uitgeschuurde. En uiteindelijk helemaal kan polyesteren. Zie je zo verder. Ja, kijk eens, deze kant. Aangesmeerd. En hier ook opgedikt. Nou, dat moet even uit gaan zetten. Mikey, wat ga jij doen? Ik heb echt werk klaar. Geen idee. Ik flauw idee. Nou, ik denk dat ik dit tape met ruimte ertussen. Mm-hmm. En dan zorg ik dat we een bok kan maken. En dan zorgen dat we het... Met polyester weer dicht kunnen zetten. Ja. Kijk, en dat is mooi. Ja. En de rest is polyester, hè. Ja, en kijk, dit is mooi. Dit is gewoon on the spot verzinnen. Hé, hey, dit gezaagd gedeelte kunnen we nog gebruiken. Dus hij gaat tapen. Ik ga even andere dingen nog even nakijken. En dan als dit zit, dan zie je me zo terug. Ah, jongens, het wordt wel sick, hoor. Jeetje. Als je vanaf hier zie je de fender cut, maar... We gaan eventjes hier vanaf hier kijken. Damn. Even hier dan omlaag. Even zorgen. Wauw. Zo vet. Echt wel heel happy mee. Zo zie je dat je ook gewoon een oud gedeelte kan gebruiken. Damn. Het is jammer. Jammer dat hij nu niet op R staat. Zo. Als dit plat staat. Kijk, en wat hebben we nou gedaan? We hebben hier, nou ja, wat je ziet dus, het gedeelte hergebruikt door overal in te slijpen. En dit zit hieronder, zit een stuk karton. Dus dit gaan we straks allemaal polyesteren. Niet aan de skirt, alleen vanaf hier polyester dit. En in polyesteren op het scherm, zodat het weer één gedeelte is. Zodat we het als één gedeelte er weer af kunnen halen. Maar jezus. Hey Mike, doe de deur eens dicht. Voorzichtig. We moeten namelijk nog een klein beetje afstellen. Gewoon even een dreun geven. Ja, dat is beter. Kijk, gaan we eventjes vanaf hier. Oh, zo gaaf dit wordt met er eentje, jongens. Heel vet. Kijk, en zo tijdens een broodje... Je natuurlijk naar je auto kijken en denken en denken. Het eerste idee was om hier natuurlijk een demontabel scherm van te maken. Maar... Het wordt gewoon een enorm gekut. Zeker om dit demontabel te maken. Dat is echt even een gekut. Dan zou ik hier ook boutjes moeten maken. Maar nu zat ik aan te denken aan Tofuworks, andere YouTuber in Amerika. Die heeft dit ook gedaan. En die heeft een volledige fender replacement gemaakt, zoals je hier ziet. Op zijn Statesia. Dus wat gaan wij dan doen? Wij gaan er hier ook gewoon een complete fender replacement van maken. Je zal nog steeds zien dat dit een whiteboard is, want deze lijn die gaan we erin houden. Boutjes weet ik nog niet. Dat is even te vragen. Nee, die gaan we dichtwerken. Want achter wil ik hem ook dichtwerken en vanaf de binnenkant bouten. Die kant blijft wel goed demontabel als één scherm. Maar deze, die gaan we dus als één hele fender maken. Ook vanwege dit. Dit gaan we zo op maat zagen. Zodat we hier in één keer helemaal polyester overheen kunnen trekken. Deze naad intact houden. En dan je nog steeds ziet dat het een white body is. Dat het een deels pendum kit is, maar aangepast. Maar als één complete fender. Ik denk dat dat wel de beste oplossing is.
zeker als we straks mallen gaan trekken, wat we nog nooit gedaan hebben, dat is dus ook een probeersel, is dit stukken makkelijker om een goede mal van te trekken dan van allemaal losse delen. Dus ik denk dat dat wel echt de juiste oplossing is. Maar het is wel heel jammer dat hij niet op R staat. Godver. Ik heb gewoon bijna neiging om gewoon aan deze kant de R-poten eronder te zetten. Om gewoon te kijken. Zullen we het gewoon doen? We gaan airpoten. Ja, ja, we gaan airpoten eronder zetten. Fuck it, één kant airpoten eronder. Ik moet hem laag zien. Jij er even tussenuit. Oh, oké. Okay. En vetten die zooi. Hier moet een hoop vet in. En daarin. Maar, hij is eruit. Nu achter nog. 2 hours later. Nou, ongeveer 1,5 uur verder. Verroeste bouten verder. Zit aan de voorkant. In ieder geval. De RI-poot erop. Nu de achterkant. Die bout. Wel gewoon. Loslaten. En gewoon niet. Maar we hebben nu eindelijk net los. Dus deze kant gaat zometeen helemaal plat. En dan. Ik ben benieuwd. 2 hours later. Oh, thank God. Eindelijk. Zo, nou. Helaas is de bout die door de draagarmrubber heen gaat, die zit helemaal vast in dat rubber. Maar er komen andere draagarmen onder. Dus we hebben de poten nu even provisorisch ondergezet. Puur voor de look, om te kijken hoe laag staan we nou en hoe wordt het nou. Ik ga je even op een pootje zetten en dan gaan we omlaag zetten en dan zien we het. God, nou zoals jullie zien, maar ik doe de motorkap eens dicht. Wacht even, doe ik even de achterkant dicht. Ah, dat wordt wel dik hoor. Ik wil even mijn kacheltje uit. Zo. Tering. Vet. Oh, mooi zeg. Even kijken vanaf de achterkant. Ja, dat is nice.
Met die hele verbreding zo, damn. Fitment is wel top. Zelfs voor... Ja, voor hij ligt wel echt op de schermen nu. Hij zou denk ik nog wel wat lager kunnen. Hij ligt hierachter, dan ligt hij echt op de schermen. Ja, dus die moet sowieso geslepen worden. Tering. Zo. Dat voor jullie idee iets lager. Damn. Mooi hoor. Ah, dat gaat er wel echt dik, dik uitzien. Nog met de skirt extensions die eronder komen. Met al het carbon wat er nog bij komt. Poh. Ik ga even genieten. Ik heb even de complete look gemaakt, jongens. Met de achterspoilers erop, dus ook met mijn spoilerlip erop. Jeetje. Nice. Nou, dit wordt wel echt een krankzinnig apparaat, hoor. En dan zijn we nog niet eens klaar met de custom aanpassingen. Dit is de eerste custom aanpassing, maar er komt natuurlijk nog veel meer. Oh. De fitment is goed. Ik denk dat de voorwiel kan sowieso nog wel een stuk naar buiten. Zeker nog. Als je hem gelijk trekt, zelfs met een Spacer E10 zijn deze wielen. Krijg er nog wel wat naar buiten. Bandenmaat is goed toch, Mike? Deze bandenmaat een beetje aanhouden. Lekker een beetje vleesbanden, geen platte banden. Lekker medium. Juist. Ja, dit is prima. Zo. Oh, een auto die wij al 20 jaar kennen. Maar oh, jongens. En dit is het, hè, met bouwen. Dit bedoel ik dus met bouwen. Je visie bekijken van wat ga ik bouwen. Dat dus. Dit is het begin. Ik kom sowieso met een heel goed idee. Kijk, zoals je ziet dus hier de oververvender. Alleen de ronding van de oververvender die klopt niet lekker. Maar de vender is goed. Van die sluit aan bij de achterlicht en alles. En aangezien ik wil dat dit mijn eigen kit wordt. Ga ik hem op zich zeker wel hier inslepen. Maar ik ga hem hier. Ga ik de lijn zoals deze maken. Gaan we doen? We gaan met PUR gaan wij hier de lijn opdikken en dan met polyester eroverheen zodat we onze lijn hebben. Dan daar weer opdikken en kijken hoe die dan gaat worden. Want deze lijn die klopt niet helemaal als je dat vergelijkt met de voorkant waarbij de lijn welke, waar we ook nog steeds zoals je ziet de vennen moeten slijpen. Maar die ronding is beter. Dus hier gaan we sowieso nog wat PUR inwerken en aanpassen. Nou, zoals jullie zien, hebben we hem hier een beetje volgepeurd om uiteindelijk dan weer de shape erin te krijgen. Dus even wachten tot dit uitgehard is, dan kunnen we zagen en dan kunnen we een hele laag polyester over de schermen gaan leggen. Nu wat drinken. Nou, deze kant weer afgeplakt. Nu dit nog aan het drogen is, gaan Mike en ik beginnen met deze kant in de polyester zetten. Dus eerst de velg even helemaal afplakken. Onder de velg even allemaal karton gooien. Dat er niet te veel polyester op de vloer komt. En dan aan de poly. Moving and you know it's
tell you, you need to change. Just cause you're feeling a little strange. Who's this? De eerste helemaal netjes in de polyester. Ook de vinderkut. Kut. In de polyester gezet. Vinderkut. Maar goed, die staat nu in de polyester. We gaan even kijken hoe hard dat is. Gaan we die kant nog in de polyester zetten. En hop, dan is het wel mooi geweest voor vandaag. Dan kan ik lekker gaan uitharden. En dan gaan we de volgende keer weer mee verder. Dus... nu achterkant op maat snijden en ook in de poli. En even een vraag aan jullie jongens. Zal ik de vinderkut zo laten? Zoals je dat hier ziet. Of zal ik hem, wat mijn idee is, nog twee carbon vents in maken zoals je hier ziet. Laat het even in de comments beneden eventjes weten. Wat vinden jullie? Zo laten of carbon vents ertussen? Laat maar weten. En voor jullie dan weer even voor het versnellen. Dus nu gaat er de polyester op in. En hopla, ook helemaal netjes in de polyester gezet. Dit gedeelte is nog zacht, dus dat is voor de volgende keer. Nou ja, zo voor een in deze dag hebben we aardig wat werk gedaan, toch? Ziet er top uit. En nou ja, dit beeld zegt al genoeg. Dus nu zonder de wielen, zonder dat je de wielen ziet, is het beeld wat minder, maar... ik vind hem dik. Hoogvliet is onze sponsor. Zou willen. Lekker gratis eten. Maar jongens, dit was hem dan voor deze vlog. De eerste aanpassingen aan de Civic. Mikey, jongen, dankjewel weer. Oldschool Benen met Mike samen. En ik hoop dat jullie hier ook wat van opsteken hoe dit werkt, jongens. Dus binnenkort weer meer. Ook de audio van de Subaru gaan we aan beginnen. En nog veel meer. Maar eerst ga ik nog een uiteinde van 2023 filmen. Die komt volgende week dan weer online. En dan gaandeweg gaan we weer verder. En jongens, een heel erg goed uiteinde. Maken we het van in 2024. En ik zie jullie volgend jaar weer. Laters!